de weermodule. Zorg ervoor dat je de beschikking bij de hand hebt. Hierin staan namelijk alle gegevens die je nodig hebt voor het vullen van de velden. Hoe meer velden je vult, hoe beter je rapportage wordt. Ga in het dossier van de medewerker naar het tabblad Weer. Klik op de knop Nieuwe beschikking. In het pop-up scherm doorloopt u de wizard. Vul minimaal de gele velden in. Deze zijn verplicht. Klik op volgende. Ook hier vul je weer zoveel mogelijk velden met de gegevens uit de beschikking. Klik op volgende. Vul de loongegevens in. Klik op volgende. Vul de gegevens die je hebt in. Hier kun je eventueel het bestand, de beschikking, uploaden bij Choose File. Klik op volgende. In de samenvatting zie je de beoordeling en het protocol dat zal worden opgestart bij het opslaan. Indien je nog gegevens wenst te veranderen, kun je dit doen via de knop Vorige. Of door bovenin het gewenste tabblad te selecteren. Klik tenslotte op Opslaan en sluiten. Je komt nu terug in het tabblad Via en je ziet meteen de ingevoerde beschikking. Via de knop Nieuwe wijzigingen vanuit het UWV opvoeren kun je wijzigingen aanbrengen. Indien je hier de wizard opnieuw doorloopt, zal de wijziging getoond worden boven de initiële beschikking. Met de knop Correcties aanbrengen kun je eventuele fouten in de invoer herstellen. Nadat je hier de wizard hebt doorlopen, wordt er geen nieuwe regel aangemaakt, maar wordt de huidige regel geüpdate. Ten slotte kun je een beschikking ook in zijn geheel verwijderen. Dit kan alleen als het is toegestaan in je rol. Ga naar het tabblad Taken. Hier ziet u de taken die zijn opgenomen in het WGA-protocol. Ga naar het tabblad Via samenvatting. Hier zie je de belangrijkste gegevens over de beschikking weergegeven. Klik boven in de balk op de snelkoppeling Via overzicht. Je krijgt nu een totaal overzicht van al je Via dossiers. Door op de kolom aanduiding te klikken kun je de dossiers sorteren. Ook kun je hier kolommen slepen voor een andere volgorde. Dit is persoonsgebonden en kan voor elke gebruiker anders worden ingesteld. Ten slotte ga naar het tabblad Rapportage. Klik op de snelkoppeling Rapporten. Kies onder Rapport voor het rapport via aantal. Stel een periode in. Geef aan welke bedrijven je getoond wilt zien op de rapportage. Afhankelijk van de grootte van de selectie wordt de rapportage gelijk getoond of opgeslagen in de wachtrij.
Geef het rapport een naam, alleen letters toegestaan. Klik op opslaan. Open de rapportage vanuit de wachtrij door op inzien te klikken. Je ziet nu een overzicht van alle bedrijven en afdelingen met de bijbehorende instroom en de uitstroom, gerangschikt naar einddatum, uitstroom door pensioen en overlijden, de afwijzingen en het aantal bezwaardossiers. Helemaal onderaan de rapportage vind je de totale over je hele autorisatie. Bedankt voor het kijken. Kijk op onze website voor meer informatie over Verzuimsignaal. Heb je vragen? Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.